En hallo. Ik dacht, ik heb vanmorgen wat autootjes opgenomen. Die ik denk van nou, daar gaan we een GT4 kampioenschap mee rijden. En een aantal hebben van gezegd van ja, die liggen me niet, die gaan niet, dat wil niet, enzovoorts. En ik dacht van nou, ik ga ze toch even opnemen. Kijken hoe het gaat op Olten. Want ik rij gewoon niet die auto's. Dus misschien is er wel wat veranderd. Misschien gaat het beter. Ik weet het niet. Verras ik mezelf. Dus we gaan alle auto's gewoon testen. Vanmorgen dus op filmpje deel 1. Alle auto's die ik in overweging neem, waar de McLaren toch hoog bovenaan staat. En nu eigenlijk de auto's die ik niet in overweging neem. Maar misschien verrassen ze me wel. Dus, Autumn Park. En even kijken, Alpine zit in overweging. Aston zit in overweging. De R8 GT4 niet. Dus die gaan we nu selecteren. Zo, even mijn eigen verfje eroverheen. Ja, dit is wel mooi. Zal ik hem andersom doen? Nee, dat ziet er wel goed uit eigenlijk. Ja, is wel flex. Oké. Eens even kijken. Olten Park is natuurlijk een heel hobbelige baan. Dus het. Ik vermoed dat met auto's die me echt niet liggen, dat ik al een paar keer eraf ga stuiteren. Maar eens kijken of we een tijd neer kunnen zetten. Om te beginnen, we beginnen met een setup. Ik heb al even wat voorwerk gedaan. Coach Dave ben ik groot fan van. Nou, dus hebben we heel weinig optie in. Oké. AWS is 1 of 0. Aan of uit. Oké. Nou, voor de rest verander ik even niks aan. Alhoewel, nee, doe ik wel. Want, zo, doe ik load. Slash save. Want dan personaliseer ik ze meteen. Track 39. Zo. Trektemperatuur 39. Of ik er straks alleen nog maar aan te passen, dan heb ik alvast een benchmark staan. Wat leuk is hier natuurlijk, dezelfde V10 als die in de GT3 zit. Dit is een hele dikke motor. Oh. Ik wil graag draaien. Versnellingsbakhoudingen zijn ook weer anders. Waarom ik deze auto nooit neem, de snelste van GT3's. Ik vind het gewoon niet zo'n mooie auto. En ik vind zijn interieur ook niet appealing. Het kleine spiegeltje. Er zit echt wel een leuke motor in. En zijn korte wielbasis combinatie met een mid-engine is dat hij relatief wendbaar is. En tegelijkertijd een motor waar erg veel power in zit. Dezelfde motor als die in de Lamborghini Huracan zit. De normaal geaspireerde V10. Maar het zit er mij met name op de look and feel. Ondanks dat het een mid-engine is en dat hij een korte wielbasis heeft, hij voelt wendbaar, maar tegelijkertijd ook weer log. Ik kan er niet mijn vinger op leggen. En zo wendbaar als de McLaren voelt. Een beetje log voelt de Audi aan. En dat geldt voor zowel de GT3 als GT4 versies. En hier kan ik gewoon nog in de 5 blijven. Die heeft sowieso een hele lange versnelling.
is het minder zenuwachtig over curves dan de McLaren. En zelfs met tractiecontrole 1 is hij prima te managen. Kan dus wel mooi in die 4 blijven om terug te schakelen. Het zijn lange versnellingen. En zolang ik maar een lampje op de display heb. ...48-3. Dan wellicht ook gewoon niet de skills om de snelheid er echt uit te halen. Deze auto. Want vervelend ligt hij niet. Nou een beetje meer in de groove. Beginnen te leren. Position 46-5 nu. En daarmee zit hij meteen tussen de McLaren en de Aston in. Dat is niet verkeerd. En hij rijdt ook niet verkeerd. Eerlijk is eerlijk. Maar iets aan de Audi trekt me gewoon niet. Ik vind het niet goed om de woord te brengen. Het is iets met hoe die eruit ziet. Het is iets met... Ik weet het niet. Ik vind het gewoon geen leuke auto. Het rijdt heel behoorlijk. Ik rijd hem eigenlijk meteen... Ik heb nog nooit een ronde gereden op Alton Park met de Audi. Nou, ik rijd hem meteen 46-5. Voor mij is dat prima. Weet je, als ik eraan schaaf, dan kan ik nog wel een secondetje sneller komen. Maar het is gewoon geen auto die me trekt. En dat geldt ook voor de GT3 variant hoor. Er zijn nu 3 Audi varianten in de GT3. Terwijl het echt op papier zeker ook helemaal geen verkeerde auto is. Hij heeft een korte wielbasis, hij draait lekker snel. Hij heeft echt een beest van een motor. Middenmotor, dus het draait ook gewoon lekker in. Het stuurt goed. Op papier is dit een geweldige auto. En ik heb zoiets van... Meh. Ik ben hier wel sneller in dan ik verwacht had. Ik heb nu 3 rondjes gereden. Binnen die rondjes zit ik al in de 46's. Zouden we toch eens een kampioenschap rijden met een andere auto dan ik? Zeg dan. Zou ik dit nog steeds gewoon een goede optie vinden? Al is maar gewoon vanwege de tijd omdat ik... competitief ben. Goed, de Audi. Oh, ik had eigenlijk de setup al op was. Ja, maakt niet uit. Komt ooit wel weer een keer. We gaan naar de volgende auto. Audi, de BMW GT4.
Ik heb niet eens een bijgewerkte paint daarvan. Zullen we dat eens even doen? Save is nieuw. 531 metallic. Hier maken we wit van. Dat is een beetje mijn standaard kleuren. Glossy, mat, 21, ja. Wat voor designs hebben we? Dan zou ik ze allebei wit doen. Denk ik. Ja, dan hou ik hem hierbij. Safe. Nou, toestand. Goed zo. Oké. Ik laat mij vertellen dat de BMW de snelste is in een rechte lijn. Waarom sta ik in een Audi hier? Ik heb wat mis zitten tikken. Kan niet anders. Ja. Even de telemetrie vanaf. Zo. Zo. Load save. Ik doe het eigenlijk altijd als starter. Omdat ik daarmee een benchmark creëer voor andere setups. Een raspende geluid. Een korte eerste versnelling. Een heel typisch geluid heeft de BMW. Het is nog de oude M4 variant. Oh, oh, oh. Koude banden. Ik heb hem moeten vertellen dat volgend jaar de nieuwe M4 variant ook voor GT4 uitkomt. Go, go, go. Foutje bedankt. Te laat geremd. Ik merk aan alles dat dit gewoon een normale auto is met een dikke motor. En niet een sportauto. Zoals de McLaren en de Alpine. Eigenlijk gewoon een sedan. Merkt het aan wegligging, aan zwaartepunt. Rijdt die verkeerd? Apex gemist, ongeldige tijd. Ik wilde niet goed insturen. Had ik beter kunnen anticiperen. Ja, het blijft een auto met de motor voorin. En dat is meteen het verschil wat ik merk met bijvoorbeeld een Alpine of een McLaren. Kijk hier ook, hij wil gewoon niet in. Wil niet insturen. Anticiperen.
Kan wel lekker heerlijk over de curbstone heen daar. Dat is alsof hij er niet is. Maar dan maak ik op een acceleratie en een rechte lijn snelheid. Daar merk ik echt wel dat hij power heeft. Ook neiging om richting overstuur te gaan als je hem een beetje mishandelt. Maar hij is ook wel, net als de meeste GT4's wat er gaat, prima te handelen. Het is ook geen grondeffect auto, het rijdt veel meer als een normale auto. 47-1. Dat maakt hem eigenlijk de langzaamste, voor mij nu. Kan het best zijn dat ik ergens nog sneller kan, maar... Nou ja, je ziet het ook. Dit is gewoon een sedan. Dit is gewoon een familieauto, bij wijze van spreken. Met een dikke motor voorin. Flinke veerwegen. Zie hem echt dansen op zijn veerpoten. Er zijn veel mensen fan van deze auto en ik snap wel waarom. Waar je hem in de bochten een beetje in check moet houden. Hij heeft natuurlijk een rechte lijnsnelheid. Dan heb ik jou daar. Dus ja, zelfs al ben je misschien... niet de snelste qua tijd. Met deze auto is het relatief makkelijk, denk ik, dan inhalen. Aan het eind van rechte stukken bijvoorbeeld. Dit is waarmee je bij de mensen komt. Om ze vervolgens in te halen. Remmen komen ook goed over. Ik denk dat de beste remmen nog steeds op de Aston zitten, maar... het doet er weinig voor onder. Ja, ik blijf het zeggen, ik vind GT4 echt een ondergesneeuwde klasse in Assetto Corsa competitionen. De aandacht die GT3 krijgt mag ook echt wel in GT4 gestoken worden. Als het gaat om het bijbrengen van balance of performance en repaints en al dat soort meer
Ik zou het heel tof vinden als dat meer prominent een plek krijgt. Dit was de BMW M4 en GT4. Dan gaan we door naar de volgende, die niet op de per se verkoorde lijst staat. De Chevrolet Camaro. Gestoord apparaat. En dat ga je zo horen. Dat gek genoeg wel goed rijdt. Een dikke, zware auto. Zo. Zo, benchmark opgeslagen. Ik vind het een lelijke auto. Ik zeg meteen mee, ik vind het geen mooie auto. Het is wel een auto met brute kracht. Here we go. Koude banden, hij wil niet lekker sturen, maar met koude banden wil hij helemaal niks. Deze heeft wel een bruikbare eerste versnelling. De Camaro en de Ford Mustang zie je veel in zowel Europa als Amerika in GT4. Onderstuurt als de hel. Ik mag het nu nog niet heel erg zeggen, want de banden zijn nog koud, maar... Ja, alles in deze auto schreeuwt, wil niet op het gaspedaal na. Aan in deze auto. Maar dat gaspedaal is dan wel heel leuk. Ik wel het. Dus gewoon de bocht niet halen. Geraffineerd aan. Je merkt het aan alles, aan het remmen, aan het gas geven. Het is allemaal heel rudimentair. Het is een typisch Amerikaanse brute, maar tegelijkertijd niet geperfectioneerde auto. Niet afgewerkt. Niet af, dat is misschien wel de beste term. De bocht niet om willen. En dat kost hem heel veel tijd. Heb ik het gevoel. Het geluid is prachtig. Wat we daar een misverstand over hebben.
47-7. 17e langzamer dan de Alpine. Een geluid zit erin, eerlijk is eerlijk. Je ziet dat hij lang is, is redelijk stabiel, een lange wielbasis. En er zit echt wel veel power in. Maar het draait gewoon niet. Niet lekker. Geen moment heb ik het idee dat ik volledig in controle ben, dat ik kan pushen, dat er meer in zit, zeg maar. Natuurlijk zijn dit auto's die ik weinig rij. Kijk, dit doet hij wel heel goed, hè. Over die curbstone heen, flomp flomp, niks aan de hand. Pardon. Geluid is fenomenaal. No doubts about that. Nou zeg, ik heb een dipje. Anyway, de Camaro. Wat gaan we nu pakken? Tijd checken, ja. Nou, dus ik werk gewoon het rijtje. Wat Janet hebben we gehad, de KTM. Oh mijn god. Ik heb er ook voor schijn. Nee, heb ik ook niet inderdaad. Nou, eens even een aangepaste dingers van maken. Dat is een beetje mijn nieuwe standaardkleuren die ik overal gebruik. Zo. Nice. Nice. Ja, nice. Zo. Hier heb ik geen setup voor. Deze auto is zo impopulair dat er eigenlijk geen setups voor te vinden zijn. Niet alleen bij Coach Dave, ook bij anderen. Dus ik kan niks opladen, ik heb ook niks, dus ik doe gewoon aggressive. Oh, sorry hoor. Zo. Standaard aggressive setup. Motor is ook niet heel uitdagend in die zin. Er zit volgens mij een 2 liter 4 cilinder Audi blok achterin. FSI motor. Deze auto is wel grappig in een cup variant. As in iedereen rijdt ermee en met niks anders. Tegen de limitraam. Omdat hij zo of overstuur of onderstuurder is. Als ik langzamer ga, als ik rem of gas loslaat, is hij overstuurig. Zodra ik het gas ik maar een beetje beroer, is hij onderstuurig. Dat maakt hem verschrikkelijk lastig bestuurbaar. Maar wat gaaf is aan deze auto, als je dit met z'n allen zou rijden, als iedereen dus een KTM rijdt,
iedereen het nadeel. Remmen zijn overigens kut. Dat zie je al. Verschrikkelijk. De zitpositie is ronduit geinig. Maar geen achteruitkijkspiegel, behalve je zijspiegeltje. Heeft de kortste wielbasis van alle GT4's. Geef na de APS gas en hij is gewoon meteen, breekt meteen uit. In de zin van drift naar buiten. Ik denk dat je met deze auto ook alleen maar snel komt als je hem dwars door de bocht heen jast. Daar heb ik niet echt de skillset voor. Want door die korte wielbasis is hij wel zeker heel zenuwachtig. Op een moment heb je het idee dat je denkt van nou, ik kan even lekker harder doortrappen. Ik heb vertrouwen wel. Het enige vertrouwen wat ik in deze auto heb is dat ik erop kan vertrouwen dat hij niet te vertrouwen is. Dat ik mijn gas aanraak, wil hij niet meer sturen. Als ik mijn gas los heb, wil hij alleen maar sturen. Er is er bijna geen rechte lijn mee te halen. En daarmee is hij in mijn handen althans niet competitief. Het is niet eens een lelijke auto, het is een grappig klein scootertje, haast. Ik zeg het, de originele X-Bow, Crossbow, is volgens mij door Jeremy Clarkson in Top Gear tijd nog benoemd als de meest oncomfortabele auto ooit. Staat op YouTube, ga maar eens een keer kijken. Jeremy Clarkson X-Bow, dan vind je hem wel. Hier is er dus een kap overheen gebouwd, puur alleen omdat GT4-specificaties zeggen er moet een kap overheen, anders zou er niet eens een kap overheen zitten. Het is een vrij compromisloze auto in die zin. Maar hij heeft dus heel raar stuurgedrag, echt onrekenend. In zoverre, je weet dat als je geen gas geeft of remt, dat hij wil oversturen. Net zo goed als dat je heel makkelijk weet als draaien gas geeft, dat hij gaat ondersturen. Dat is het betrouwbare stuk erin. Dan moet je wel verdomme goed doorhebben wanneer je dat doet. Want ik rijd toch best wel op mijn gevoel. Want deze bijvoorbeeld, als je hier te vroeg op gas gaat, dan ga je naar buiten. En bij de volgende twee bochten precies hetzelfde. Dus de KTM. En ook qua tijd, dus niet impressive in mijn handen. De Audi wat dat gaat nog steeds wel. Audi was een rappe kist. GT4. En dan gaan we naar de Maserati. Ja, wat kan ik zeggen, jongens?
de neiging om ze even om te willen draaien. Die, even kijken hoe dat eruit ziet hoor. Zo, zo. Zo. Dat dacht ik al. Ja, allebei mooi. Ik ga voor deze nu. Ja, de Maserati. Ook zo'n auto waar geen normale setup voor te vinden is. Mensen vinden deze auto gewoon te moeilijk om te rijden. Terwijl, wederom, een Maserati Cup zou ik echt zien zitten. Al is alleen maar voor de lol of de hilariteit van mensen die massaal overal vanaf knallen. Want, en dat gaan we zien. Geen tractiecontrole. Geen ABS. En dat maakt hem tricky. Geen tractiecontrole, geen ABS. Dat maakt dit een hele tricky auto om mee te rijden. Oh, je gaat even opslaan. Dat is agressief. Wel het meest wilde motorgeluid. Ik weet niet eens wat voor motor erin hangt. Al net geen 7000 toeren. Maar je hoort wel als ik gas geef, hoor je de achterwiel al spinnen. Nou, je ziet wat er gebeurt, ik blokkeer de wielen. Je ziet in het display ook, dan zie je groen. En dat bandenicoontjes ding wordt rood als je blokkeert. Dramatisch. En dat vind ik best jammer, want ik vind het echt een veel mooie auto. Toen ik deze DLC uitkwam en kocht, was mijn eerste gedachte: Oh jongens. Dit is gewoon omdat ik gewend ben met tractiecontrole en ABS te rijden. Ik had toch moeilijk constant je wielen blijven blokkeren. Een fles vocht in je wanden als een malle. Beetje overstuur met uitaccelereren. Jongens. Ik houd er maar even op dat ik te incapabel ben om met deze auto te rijden. Het vervelende natuurlijk van een blokkerend wiel is dat je gewoon een kant op gaat glijden. Een draaiend wiel heeft tractie en heeft dus controle. Een glijdend wiel heeft dat niet. Dat betekent dat zodra ik maar een beetje te veel rem, de auto eigenlijk gewoon door wil gaan glijden omdat er één of meerdere wielen blokkeren. Eigenlijk moet ik nu met de rembalans gaan spelen.
zie dat de voorwielen met name veel blokkeren. Dus de rembalans moet gewoon een stuk naar achteren. Je ziet ook aan mijn voorbanden, die zijn gewoon keihard aan het blokkeren. Eigenlijk moet ik mijn rembals achter, maar die heb ik niet eens gemapt op mijn stuurstaan, joh. Dat doe ik altijd in mijn setups. Daar speel ik in mijn race niet mee. Geef het op. Ik moet echt veel meer met die setup doen in ieder geval. Maar dan nog is het eigenlijk niet goed te rijden. Niet door mij althans. Niet door mij. Dus ik stop met deze auto. Deze is never nooit competitief te krijgen voor mij. Dan gaan we door. McLaren hebben we gehad naar de AMG. Is die hoor. Moet deze doen of deze? Ja, ik vind het allebei wel wat hebben. Ik neem deze. Hier wel een setup van. Zo. Deze auto lijkt voor een groot deel ook op zijn GT3-roer. Bruikbare eerste versnelling. Heerlijke donkere Mercedes geluid. Gek genoeg valt het hier met de onderstuur wel mee. Tegenstelling tot zijn grote GT3-broer. Hier
niet meer duidelijk. Maar het is prima te managen. Nodigt ook wel uit tot spiederij. Grens opzoeken. Voelt vertrouwd. Net als de Aston is dit prima rijden. Het voelt heel solide. Maar aan het eind van de dag 46,9. En daarmee is hij een fractie langzamer dan de Aston Martin. In mijn handen. Het blijft een heel mooi agressief uitziende auto met een schitterend motorgeluid. Of het nou een GT4 of een GT3 variant is. Curbs ook geen bezwaar. Ik hoop eigenlijk wel voor alle GT4's. Het niet hebben van een diffuser en grondeffect heeft ook gewoon zijn voordelen. Al met al een leuke auto. Heel vergelijkbaar met de Aston als het gaat om wegligging, als het gaat om sturen, vermogen op de weg leggen. De laatste van het rijtje van auto's die niet in de aanpas in aanmerking komen. Was deze. De Porsche 718 Cayman. Dit vind ik niet mooi. Ik weet niet waarom ik het gedaan heb. Slecht idee. De
reden waarom ik deze auto niet kies, is dat ik hem saai vind. Dat is gek, want het is eigenlijk de beste auto van het veld. GT4 is denk ik de meest gebalanceerde, de minst overstuur en onderstuur of onderstuurgevende auto of overstuurgevende auto. Wat mij dwars zit bij deze auto is het geluid. Ik vind het geluid eigenlijk onder de maat. En ik ga er wel vanuit dat die waarheidsgetrouw is, ook qua geluid. Want dat is natuurlijk waar ACC zich om roemt. Het is een beetje een naaimachine. Ook dit is een eerste versnelling waar wie ze wil mee kunnen. Ik merk meteen dat dit een auto is die altijd het gevoel zal geven, je kan nog harder. Doe maar, je kan het. Ik kan het ook. Een stemmetje. Is onbruikbaar. Is te kort. Deze auto is heel fijn gebalanceerd. Op geen enkel moment geeft hij aan. Ik ga lekker rechtdoor, bekijk het maar. Op geen enkel moment geeft hij, bekijk het maar. Ik draai lekker even om mijn eigen asje heen. De mogelijkheid wel prima voor via het stuur. Maar ik motorgeluid vind ik gewoon zo gaaf en agressief als ik de GT3 versie van de Porsches vind klinken. Zo totaal ongeïnspireerd klinkt deze motor. En dit is toch een 3 liter boxermotor volgens mij, een H6. Het stuurt als een malle. 47,9. Daarmee bijna secondes langzamer dan de Alpine. Om maar niet te spreken van de McLaren.
schakel dan 1, dat is niet handig. Op dat moment van de onlettendheid ben ik een halve seconde verloren aan mijn winst. Dan eindig ik daarmee de ronde. 47-9 is nog niet veel om naar huis te schrijven. Van buiten klinkt het nog best wel aardig. De auto ligt fantastisch, ik kan er niet anders van zeggen. Geen moment het idee dat ik hem kwijt ga raken, altijd het idee dat ik er meer uit kan halen. Het is echt goed gebalanceerd. De tijd komt er niet in terug, maar dan zou ik hem moeten oefenen. Maar voor mij is het echt het geluid, de immersie van het geluid die ik mis. Ik vind het een vervelend klinkende auto. Samenvattend, in het eerder filmpje kan je dus zeggen dat de McLaren het beste uitkomt. Stuurt het zenuwachtigst, maar ben ik er wat snelst mee. Voor de stabiliteit zou ik voor de Aston gaan en wil je voor het spelen het betere gooi- en smijtwerk, dan neem je de Alpine of de Ginetta. Maar pas op, beide zijn gewoon een stukje langzamer. En deze GT4's die ik normaal niet zou kiezen, heeft eentje me positief verrast. En dat is de Audi R8. Nu vind ik de Audi R8 geen mooie auto. Maar ik rijd er wel een behoorlijke tijd mee. Binnen 3 rondes. Zonder dat ik enige ervaring heb met die auto, laat staan hier. Het is zo 2,5 jaar geleden dat ik met deze auto's wat gereden heb. En over start finish. En daarmee komt het totaal op een eind. En ik denk dat we nog steeds voor de McLaren gaan in het kampioenschap. Met Ginetta, Aston Martin en Alpine nog echt als goede alternatieven. Minder competitieve alternatieven, maar wel leuke, rijdbare alternatieven. De auto's in dit rijtje, de Audi R8 heeft me verrast, maar voor de rest, het is het net niet. Het zijn net gewoon de auto's die mij niet liggen. Laat ik dat heel duidelijk stellen. Ik heb mensen in KTM zien rijden en 2 seconden sneller zien rijden dan ik in mijn McLaren. Ja, dat is van alle tijden. Dat is gewoon zo. Aliens kunnen dat. Zelfs KTM's, Maserati's niet. Maserati's zie ik eigenlijk nooit online. Eigenlijk gewoon nooit. Maar ja, dat is ook wat het is. Weet je. Dus, dit waren alle GT4's op Walton Park. Dit is deel 2, dus ik ga zo het filmpje zo, die gaat straks op YouTube ook. Deel 1 kun je natuurlijk terughaken. En dan heb ik ze allemaal getest. Nou, lachen. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende.